allemaal, mijn naam is Lori, ik ben voedingscoach en ik ga vandaag boodschappen doen voor buitenspel. We gaan vandaag havermoutpap maken. En niet zomaar havermoutpap, maar havermoutpap worteltjes taart. Dat gaan we maken omdat het rijk is aan koolhydraten en dat is belangrijk voor een sporter die veel intensief sport. What I'm saying, trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't nou, ik heb alles gekocht. Op naar Nine. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make a love all. Hey Lori, hoe is het? Goed. Welkom. Dank je. Hey, jij komt net van de supermarkt? Yes. Wat gaan we doen vandaag? We gaan havermoutpap koken. Lekker ontbijtje. Je kunt het ook als lunch eten, maar voornamelijk een ontbijtreceptje. Geschikt voor de sporter, maar eigenlijk ook voor iedereen. Het is gewoon heel gezond. Oké, nou, ik zou zeggen pak uit. Laat zien wat er allemaal in zit. Nou, we hebben uiteraard havervlokken. Yes. Melk. Kijk, melk. Biologisch melk, zie ik al. Ja. Maakt dat nou heel veel uit of niet? Biologisch, niet biologisch? Let jij daarop? Nee, als je erop let is het vooral voor het milieu. Qua voedingsstoffen en gezondheid. Maakt niet iets uit. Iets minder belangrijk. Oké. Okay. Ja. Rozijnen? Rozijnen, yes. Walnoten. Walnoten. We maken niet zomaar havermoutpap, we maken namelijk havermoutpap met worteltaartsmaak. Dus met wauw, oké. Okay. Dus gelijk ook een portie groente, met je ontbijt binnen, dat is knap. Heb je dat meteen binnen? Vaak. Ja, precies. Ja, dus wortel, kaneel om het lekker te maken en een banaantje voor het zoetje. Voor het zoetje, oké. Okay, dus we gaan wel wortel met banaan, dat is prima bij elkaar te mixen. Heerlijk. Oké, nou top. Neem ons mee. Waar gaan we in beginnen? We beginnen even met wat melk opwarmen. Melk opwarmen. Nou, toeval. Ik had hier net een pan neergezet, alsof ik wist dat je kwam. Helemaal goed. Even ongeveer 200 milliliter. Even. Yes. Ja, dat gaat top. Goed. Zal ik hem wat hoger zetten ook meteen? Ja. Een beetje, moet hij koken of moet hij... Ja, hij moet wel gaan koken, Hij moet gaan koken, oké. Zet hem maar even iets hoger. Ondertussen pak jij de havermout, zie ik. Ja, daar gaat havermout bij. Maar havermout, dat doet me meteen aan mijn oma denken. Want die zei vroeger altijd van, je moet ontbijten met havermout. Maar is dat niet hartstikke ouderwets? Ja, wel een beetje. Maar ik wil niet zeggen dat het dan slecht is. Nee? Vaak juist goed. Het is ook wel weer hip nu, of niet? Het is zeker hip, ja. Ja? Eet iedereen tegenwoordig weer havermout? Want daar heb ik even gemist dan. Maar... Ja, het is wel een hip ontbijtje. Omdat het ook wel gewoon lang vult. Mm-hmm. Veel vezels. Maar is het ook lekker? Ja, ik vind het wel. Vooral als je er een banaantje doorheen pakt. Oké. Okay. Dan is het een stukje zoet. En veel sporters eten dit sowieso, havermout? Ja, zeker. Even iets meer erbij doen. Yes. Nou, dit gaan we even aan de kook brengen. Zie je het al? Ja, de banaan gaat, erbij. Die gaat even een beetje meekoken. Even. Is die banaan ook om die beetje uitbollige smaak van de havermout weg te werken? Ja, het maakt het wat zoeter. Ja. Inderdaad, anders is het een beetje een flauw papje. Ja. Nou is het wat zoeter, wat lekkerder. Precies. Ja. Wortel gaat ook even erbij, want die moet ook even een beetje meekoken. Wortelrasp, hè? Dat is vooraf. Je kunt het ook zelf raspen, maar dit is gewoon gemakkelijk natuurlijk. We doen flink handje erbij. Zo. Oh, dat is aardig wat, zeker. Even ietsjes hoog zetten. Kan die even een beetje mee zacht worden. En banaan en wortel, dat is een prima combinatie. Ja, wortel is een vrij zoete groente eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Ook weer wat koolhydraten daarom. En eigenlijk passen ze daardoor wel heel lekker bij elkaar. En nu? Dit gewoon even laten staan? Ja, het mag wel even een beetje warm worden. Oké. Okay. We gaan het ondertussen een beetje op smaak brengen met wat kaneel en rozijnen. Die rozijnen gaan er ook pas even door. Die kaneel en rozijnen, maar je doet dat meteen aan appeltaart denken. Ja, dus, ja maar het is eigenlijk maar niet heel slecht. Maar in dit geval worteltaart in plaats van appeltaart. Maar kaneel en rozijnen geven ook weer dat zoetje. En rozijnen ook weer hebben de koolhydraten. Dus wil je het wat minder heftig in koolhydraten maken, zou je dit bijvoorbeeld weg kunnen laten. Want die rozijnen doe je eigenlijk alleen voor de smaak? Ja, dat is gewoon lekker bij het gerecht. Oké. Okay. Ja.
Dus die mogen een beetje warm worden. Even doorroeren. Als ik iets kan doen, dan moet ik het zeggen. Want dan... Het gaat goed. Zo, de kaneel. Nou, als jij dan de kaneel erdoor doet. Oh, kijk, top. Heb ik nog wat te doen ook. Ga ik even wat walnootjes klein maken. Hoeveel kaneel je erin hebben? Nou, lekker veel. Lekker veel? Nog veel meer? Juist. Zoiets. Helemaal goed. Ja? Doen we het zo? Oké, nou, we zijn eigenlijk bijna klaar. Walnootjes erbij. Kijk. Even doorroeren nog. En that's it. Geweldig. En hierop speel je een hele goede hockeywedstrijd, handbalwedstrijd. Bijvoorbeeld, ga je 's middags hardlopen, lange afstand. Pak dit lekker als een bijtje, 2-3 uur van tevoren. En je kunt vooruit. Wil je dit recept nou nog even rustig nakijken? Check dan de Facebookpagina van Omroep Tilburg. En wil je nou nog meer weten over sport en voeding? Check dan de eerstvolgende editie van Tillywood Magazine, want daar komt veel over in te staan. Hey Lori, dankjewel dat je was. Graag gedaan. Was super tof. Ja, zeker. En mensen thuis, ja, veel plezier en succes met koken, want stop. Is heerlijk.